Hallo allemaal, mijn naam is Edward Althoff en ik voel sterk de roeping om een evangelist te zijn. Om het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken. En God heeft ons Outreach Zutphen gegeven. Outreach Zutphen, wat staat voor uitstrekken. We willen uitstrekken naar mensen. En Outreach Zutphen is gevestigd dus in Zutphen. En af en toe maken wij echt letterlijk wonderen tekenen mee van God. En een goede vriend van mij nu ook, Hans Blauw. Ja, die is zo'n zegen ook. Als ik zie wat hij doet, hoe hij met mensen omgaat. Hij heeft ook een eigen gemeente, New Life Church Zwolle. En hij is ook laatst bij ons gastspreker geweest bij Outreach Zutphen. En dat is ook voor herhaling vatbaar. Hij zal ook weer de 18e, dus aankomende woensdag, weer spreken bij ons bij Outreach Zutphen. Maar afgelopen keer was hij er en er waren wonderen en tekenen. Normaal stoppen we al om 10 uur, maar we gingen door tot 11 uur. Omdat de Heilige Geest zo krachtig aanwezig was. Mensen werden genezen. En straks gaan we ook een getuigenis horen van de genezing van Bianca. Maar voordat ik meer wil vertellen, wil ik Hans Blauw naar voren roepen om ook een stukje te bemoedigen in de naam van Jezus. Hans? Hey Edward. Hi. Hey. Kijk eens aan, fijn dat we hier in Zutphen mogen zijn. Dat je me hebt uitgenodigd ook weer om aankomende woensdag bij te zijn. Heb jij verwachtingen? Zeker. Dat wil ik echt jou mee bemoedigen, Hans. Want je hebt echt een grote zalving van God gekregen om mensen te activeren. Dat mensen echt de aanwezigheid van God voelen. En dat zag je ook. Doven gingen horen. Ja. Mensen met ziektes. Profetieën. Mensen zag ik huilen. Mensen zag ik gewoon letterlijk bevrijd worden. Ja, je brengt mensen in de identiteit. En dat is zo kostbaar wat jij doet, Hans. Ja. En mijn verwachting is daarom ook weer gewoon dat we gaan luisteren wat de Heilige Geest gaat doen. En dat hij jou machtig zal gebruiken. Zeker weten. Ik heb zelf heel groot geloof voor aankomende woensdag. En natuurlijk niet alleen voor aankomende woensdag. Maar ik weet dat God jouw leven wil veranderen. Misschien zit je met een ziekte. Misschien met pijn, verdriet. Ga zomaar door. Dan zal ik je willen uitnodigen om aankomende woensdag te gaan komen in Zutphen. Bij Outreach Zutphen. Daar kun je op gaan googlen. Zal je ze gaan vinden. Ik weet gewoon dat God bijzondere dingen gaat doen deze aankomende woensdag. Ik heb hier ook iemand die heeft ook hele bijzondere dingen meegemaakt. En dat was zo geweldig. Ik heb gewoon zo de kracht van God gezien door deze vrouw. Dat ik werd daar zo warm van en zo blij van. En ik wilde Bianca uitnodigen om naar voren te gaan komen. Hallo. Ja, Bianca, jij was daar. Vorige keer was jij bij Outreach Zutphen. Ja. En je kwam naar voren toe. En je zei, ik heb overal pijn. En toen maakte ik nog een grapje met David Maasbach. Hè, van er was een man en die zei van, als ik hier druk heb ik pijn. Als ik daar druk heb ik daar pijn. En daar en daar. Toen zei David Maasbach, ik heb een openbaring. Nu heeft u vinger gebroken. Maar dat was bij jou niet het geval, hè? Nee, eigenlijk had ik altijd pijn in mijn hele lichaam. In je hele lichaam? Mijn hele lichaam, van teen tot hoofd. Dus je was echt een, dat je veel naar de dokter toe ging, of niet? Nee, ik ging er niet mee naar de dokter. Ik wist wat ik had, fibromyalgie. En dat is verder eigenlijk in de dokterstermen niet te genezen. Ja. Je moet ermee leren leven. En daar sloot ik eigenlijk mij altijd zelf een beetje op. En vooral als er dan regen en nattig weer was, had ik het meeste last van. Ja. En dan sloot ik me op en dan zag niemand mij eigenlijk, omdat ik veel pijn in mijn lichaam had. Juist. En die woensdag dat jij er was, dat is een super, super grote wonder. Is godswonder. Godswonder. Ja, alles ben ik kwijt in mijn lichaam. Mijn huidpijn, alles. Alle pijn. En hoe lang is het nou geleden dat het gebeurd is ongeveer? Nu 4 weken geleden toch? Ik 4 weken geleden. Ja, 4, 6 weken dus geleden. Dus in die 4, 5 weken heb je geen last meer gehad? In die 4, 5 weken heb ik geen last meer gehad. Nee. Je hebt lekker kunnen klussen hier toch? Ja, klussen bij Sjaan. Bij Sjaan. Ja. Dus mensen, wat bij de medici en bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Amen. Amen. En dat mag je weten, want Bianca, die had zoveel jaren, al 16 jaar geloof ik, dat je dat had. Dat het bekend is, ja. Dat je het bekend was. Ja, maar ik heb het eigenlijk vanaf mijn geboorte in principe. Heb ik dat meegedaan. Ja. Ja. En hoe voelt het nou dan? Helemaal pijnvrij te zijn? Lekker. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Je bent gewoon vrij. Ja, dus mensen, wil je ook een genezing meemaken?
Kom naar Outreach Zutphen aankomende woensdag. Of de 29e augustus hebben wij 's middags om 2:30 ook een genezingsdienst met Edward. Hij gaat je onderwijzen in genezing, in goddelijke genezing. Amen. En ik zal zeggen, laat je inspireren door het bovennatuurlijk woord van God. En laat je gewoon meevoeren in die stroom. En als je denkt van nou, dat zal niet voor mij zijn, het is juist voor jou. Ik zal zeggen, wees welkom en kom ook naar deze dienst. Ik zal zeggen vanuit Zutphen, allemaal van harte welkom en tot ziens. God zegen. God zegen.